sweet home, home sweet home. Hier in het tweede uur gaan we het hebben over een zeer opmerkelijke uitgave. Ja, ik kan niet anders dan tot de conclusie komen. Willehalm Uitgeverij, daartoe hebben we uitgenodigd de uitgever van de Willehalm Uitgeverij, klopt dat? Dat klopt, ja. Bedankt voor de uitnodiging. Robert Jan Kelder, goedemorgen in de uitzending. Ja. De uitgeverij Willehalm Instituut is gevestigd in Amsterdam. Wat voor een soort uitgever is Willehalm? Nou, Willehalm, de naam duidt op een hele bekende historische figuur die eigenlijk veel te onbekend is. Namelijk de stichter van het Oranjehuis. En ik heb een boek uitgegeven, vertaald en uitgegeven over zijn historische positie in de middeleeuwen. Hij was een paladijn van Karel de Grote. En volgens het boek dat ik uitgegeven heb was hij een soort spiritus recte van het Grauwgebeuren in de 9e eeuw. Een beschermheilige van de ridders en dat... heeft ook een beetje ook te maken met die boeken van Slobodan, die ook een soort karate meester is en zich bezighoudt met internationale veiligheid. Oplossing van veel nog steeds onopgeloste, roemruchte misdaden die de mensheid nog bezighouden. De naam kwam al even voorbij. Slobodan Radojev Mitric. Mitric, ja. Mitric, beter bekend als Karate Bob. Ja. Een niet onomstreden figuur. Nee, dat kan je wel zeggen. Wij wisten helemaal niet dat hij nog in Nederland rondliep. Wij dachten dat hij al reeds als ongewenst uitgewezen was een keer. Ja, maar de overheid probeert dat altijd nog steeds. Hij is niet alleen ongewenst vreemdeling. De andere kant van de zaak is dat hij niet uitgewezen mag worden. Dus hij zit tussen wal en schip. En de overheid probeert steeds aan te tonen dat het nu wel veilig is voor hem in het voormalige Joegoslavië. Maar dat is pertinent niet het geval. Hij vreest voor zijn dood als hij daar wordt teruggestuurd. Laten we het hebben over wie de Slobodan Radojev Mitric is. Wie is Mitric? Nou, hij is een 62, 63-jarige karatemeester. Hij is geboren in het voormalige Joegoslavië. Hij is Montenegraan eigenlijk. Hij is al bijna 40 jaar in Nederland, getrouwd met een Nederlandse kunstenares, Iris de Vries. Zit in een onmogelijke rechtspositie, hij is ook zwaar ziek. En toch willen ze hem nog steeds uitwijzen. Desondanks schrijft hij een aantal boeken die er niet om liegen. Maar die ook vanwege zijn, die positie die u noemde, die controverse positie. Die man die weet te veel. En daarom moet hij weg en hij mag, zijn boeken worden niet besproken. Ik ben heel blij dat hier nu wat aandacht aan wordt besteed. De man op grond, want de Staten der Nederlanden zal een grond hebben op grond waarvan ze een reden hebben op grond waarvan ze de man willen uitwijzen. Het ligt dus een, als u dat kunt horen. Nou, hij heeft geen verblijfsvergunning. Hij is ook hij is hier illegaal. En Leers wil een grote man spelen overal zien dat hij een vuist kan trekken. Maar het is vanwege die rechterlijke uitspraak van 86, toen Corvinus nog een kort geding heeft gesteld. Hij mag niet uitgewezen worden, omdat het zijn positie daar vanwege de zogenaamde bloedwraak. Hij heeft als voormalige contra-geheimagent 1500 namen van Russische spionnen in Joegoslavië bekendgegeven. Dus het is niet alleen maar vanwege die schietpartij in Weteringschans in 1973... waar hij betrokken was en waar de drie mensen de dood vonden. Hoewel hij zegt dat hij niet daaraan schuldig is, maar hij is er wel voor beschuldigd. En heeft in de gevangenis gezeten, zo'n 20 jaar, ook voor verkrachtingen die hem toegedicht werden. Dat wordt allemaal uit de doeken gedaan in dat boek dat hij geschreven, De Gouden Tip. Hè? Verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op Gerrit-Jan Heijn. En daar speel ik ook een secundaire rol in. Want ik heb hem destijds achter Artis een kamertje verhuurd in mijn woonwagen. Toen was hij bezig met die zaak op te lossen. Het is een roemruchtige zaak, omdat hij zegt in dat boek... En het is niet praktijk, het is geen samenzwering complot. Het is een samenzwering praktijk. Hij is geen theoretische man. Hij is een man van de handel, van de handeling. Hè?
En van de daad. Hij beschrijft hoe dat in zijn werk ging. Hoe die bende die Gerrit-Jan Heijn ontvoerd heeft, eigenlijk de kroonprins in het vizier hadden. En hij heeft dat verhinderd. En daarom is hij nog steeds zeer verbolgen over het feit dat de kroonprins hem eigenlijk helemaal geen dank heeft gezegd. Misschien mag op die manier behandeld. Dus mag een schandaal. Mag dat ook wel niet door de bevoegde autoriteit? Ik heb het boekje De Gouden Tip, de verstrengeling van de onder- en de bovenwereld en de moord op Gerrit-Jan Heijn, heb ik hier in handen. Het is een bescheiden werk van 512 pagina's. Ja. Goedemorgen. Het is nogal een dik boek. Het heeft verschillende onderafdelingen, zeg maar. Maar de hoofdmoot is het feit dat hij erachter gekomen is via zijn peetvader, een Amerikaanse voormalige CIA-generaal voor Europa en Azië, dat er een telefoon was uitgevonden door een elektro-engineer Verdier, die hij verkocht had aan de onderwereld, waarmee die onderwereld sekslijnen kon runnen. En daarmee hebben ze ook de rode telefoon in het Witte Huis ingebroken. Dus hij kreeg een opdracht, ga uitzoeken waar dat vandaan komt in Nederland. Toen is hij op het spoor gekomen van die bende die oorspronkelijk de kroonprins wilde ontvoeren en vermoorden. En toen dat niet lukte, want hij heeft dat in samenwerking met Pistolen Pauwtje, een legendaire figuur in Amsterdam. Een aantal van die mensen die dat op een korrel hadden zijn geliquideerd. Staatsliquidaties waren dat. En toen hebben ze een andere slachtoffer gezocht. Dat was uiteindelijk Gerrit-Jan Heijn. En die is ontvoerd door de ingenieur uit Landsmeer. Ja, maar die E, beter bekend als Ferdi Elsass. Ja. Die heeft hem meteen na de ontvoering een kopie kleiner gemaakt. Ja, maar dat bestrijdt Slobodan. Hij zegt dat het was helemaal niet de bedoeling van de Ferdi E. En alle die verhalen en films, bijvoorbeeld Johan van der Heuvel, die van de Telegraaf heeft gehad, die misdaadverslaggever. En ook SBS6 is er een reconstructie geweest van die moord. Die klopt op vele fronten helemaal niet. Want dat was een bende die dat gedaan heeft. En daar was Ferdi E. ingesluist. Hij wilde helemaal niet de man vermoorden. Hij loste ook het dodelijke schot niet. Wat ik van u zou willen weten, u als uitgever van deze schrijver, ja. Slobodan Radojev Mitrić, beter bekend als Karate Bob. Ik heb het boek Doodlopende Weg heb ik gelezen, ja. Enige moeite heb ik dat weggekregen. De Gouden Tip, daar ga ik waarschijnlijk ook niet aan beginnen. Maar wat ik van u zou willen weten is, vindt u dit nou zelf? Of heeft Dimitrić u overtuigd dat het zo is? Of heeft u nou zelf ook aanwijzingen? Ja, ik heb aanwijzingen. En uit welke hoofden zou u dat kunnen vallen? U bestrijdt nu conclusies die door anderen al op redelijke gronden zijn genomen. En u komt met een nieuw verhaal. Maar wat heeft u wat heeft u overtuigd dat Mitrić het wel bij het juiste eind zou kunnen hebben? Hij is een betrouwbare figuur, ik ken hem al 20 jaar. Aha. En zonder op de inhoud van Doodlopende Weg in te gaan, de vorm, de bron van zijn informatie is een drievoudig. Ten eerste zegt hij dat hij kan alles bewijzen wat hij heeft beschreven. Dat heeft hij mij verteld. En dat zou hij ook niet. Dat zou een blamage zijn als hij met zo'n boek uit zou komen. En dan geconfronteerd werd. Ja, bewijs het nu maar. Hij heeft, ten eerste heeft hij die dingen die hij beschrijft daar persoonlijk gezien. Bijvoorbeeld die openbare rituelen. Onthulling, of hoe noem je dat, niet die onthulling, maar die. Dat is het eerste hoofdstuk, hè? Dat is U bladert nu in het boek Doodlopende Weg. Dat is de laatste uitgave van uw uitgeverij, ja, ook van deze Mitrić. Nou, schrijver. Het is de laatste. Ik ben ook bezig met andere boeken. Ja, dat begrijp ik. U bent een druk man, maar de ondertitel van Doodlopende Weg is waarom de Nederlandse geheime dienst haar topgeheim agent Theo van Gogh heeft vermoord. Dus die Nederlandse dienst, die zou zijn eigen agent hebben vermoord. Ja. En want zo gaat dat tenslotte in de ogen van Mitrić. Natuurlijk. Het is één grote bende van wantrouwen en verraad. En heeft dat iets te maken met zijn Joegoslavische achtergrond, die wellicht
zo'n warmbloedig mens is. We hebben het over Albanië, we hebben het over Servië, we hebben het over Kroaten. Er zijn daar vreselijke oorlogen gevoerd, tientallen jaren, wat zeg ik, honderden jaren. Heeft dat iets te maken met zijn landsaard of met zijn karakter? Het heeft er niks mee te maken. Karakter? Maar laat me even dus uw vraag beantwoorden. Ja, ten eerste heeft hij alles gezien wat hij beschrijft. Die huldiging van de prins des doods op de Javastraat is één voorbeeld daarvan. Het andere is dat er in dat boek worden er gesprekken weergegeven. Het is een literaire misdaadsverslag. Hè? Een gesprek weergegeven wat in de residentie van de burgemeester heeft plaatsgevonden. De toenmalige burgemeester. Ja? Tussen de burgemeester, minister van Immigratie en emigratie en vreemdelingen. Dat was Verdonk. Ja. De politiecommissaris en procureur-generaal. En daar wordt een van de motieven zichtbaar voor de attentaat, voor de executie, zeg maar, van die dorpsgek. Want het was natuurlijk een Boeri, heb je het over? Of heb je het over Van Gogh? Theo van Gogh, ja. Met alle respect. Ja. Hij zegt, die burgemeester, we moeten die woede van de islamitische gemeente in binnen- en buitenland moeten we tot bedaren brengen om erger te voorkomen. Ja? Moet iemand offeren? Hij moet geofferd worden, ja. Anders krijgen we een opstand in ons land of elders. En zeker in de stad, hè? Ja, dat is, en hij zegt, en dan zegt ook de, zeggen ze, en dat wordt opgenomen door de geheime dienst. Ja? Dat beschrijft hij, dat gesprek. Nou, dat is, dus, dat is een andere bron. Dat zijn gesprekken die opgenomen zijn op een bandje. Een ander bron zijn films die gemaakt zijn. Als bijvoorbeeld op een plek die hij precies beschrijft in Nederland, een Oekraïnse man ingevoerd wordt in een winkel, omdat hij moet dienen als iemand die zijn keel krijgt doorgesneden, omdat die uitverkorene moet weten hoe je iemand zijn keel doorsnijdt. Die moet het even oefenen. Dat wordt gefilmd. Yes. En dan wil er een politie-eenheid wil daar ingrijpen om dat te verhinderen. En dan krijgen ze het bevel, stop, niets ondernemen. Daarom is mijn persbericht ook de titel Orders van Hogerhand. Dat gebeurt twee keer. Ja. Het heeft verder niks te maken met de Joegoslavische achtergrond. Nou, dat veronderstel ik even, omdat natuurlijk ook u zegt zo even dat het een literair misdaadverhaal is. En dan mag je natuurlijk, dan is eigenlijk alles toegestaan. Hè? Want u weet dat de criminele roman, de crimi, heeft enorm ervolk tegenwoordig. En enorme successen worden grote hoeveelheid boeken met dat soort onderwerpen worden verkocht. En dat is ook vrij. Iedereen mag fantaseren over hoe het verloopt. Nee, maar wacht even. U maakt voor Mitrich, maakt u een uitzondering. Zegt van, nou, de man is daarbij geweest. U is getuige geweest. U is onderdeel van het hele spel. En hoe kan het nou zijn dat je onderdeel bent en tegelijkertijd ook kunt beschrijven? Want het gaat vaak niet, hè? Nou, hij is een observator. Hij is een waarnemer. Ik zeg niet dat het een literaire roman is. Nee. Ik zeg, het is een literair misdaadverslag. Oh, juist. Dat is een principieel verschil. Ja. Aha. Hier in het tweede uur van bij ons de ochtendeditie van Radio Kabel 103.3 en 106.8 hebben we een indringende inkijkoperatie in boeken van de uitgever Robert-Jan Kelder, uitgeverij Willehalm Instituut. Voordat we verder gaan over de doodlopende weg waarom de Nederlandse geheime dienst haar topagent Theo van Gogh heeft vermoord, eerst maar even dit.
Getuigen gedaan. En bovendien, je hebt hier een getuigenis van professor Fritz Ruther. Die heeft hij onder gesloten deuren gedaan. In dat proces voor die zogenaamde verkrachting. En toen kan je dat ook nalezen in de lange bijlage van dat boek. Hij zegt in zoveel woorden: Mitrisch heeft altijd gouden informatie verstrekt. De kern van zijn verhaal is waar. Nou, je kan geen... meneer Fritz Ruther, dokter Fritz Ruther, was voorzitter van Amnesty International. Een hele belangrijke rechtsfiguur. Doet dozijnen, of wel honderden juristen opgeleid in Amsterdam. En deze man getuigt van de vertrouwbaarheid van Slobodan Mitrić. Nou, wat wil je eigenlijk nog meer? Bovendien ken ik die man. En hij zegt: ik wil alles bewijzen, kom maar op. Desnoods achter gesloten deuren. Er moet een heropening van die zaak komen. En het is eigenlijk schandalig dat die... want ik beweer niet dat het... hoe kan ik nou zeggen, het is 100% waar. Nee, het is een aanwijzing. Een serieuze aanwijzing. Met man en paard worden genoemd. De straten worden genoemd. Er is een foto van die winkel waar die Oekraïner zijn keel is doorgesneden. Dat serieuze aanwijzingen die op een vervolg moeten hebben. Snap je? Ik geloof dat ik het een klein beetje snap, maar toch vraag ik mij af waarom wij tegelijkertijd proberen om deze meneer Mitrić het land uit te krijgen en dan anderzijds ook weer zouden gebruiken, volgens uw woorden, in een soort contraspionageoperatie. Dat lijkt me een beetje contraproductief. Je hebt iemand in dienst en dan gooi je hem eruit. Dan is verder genoegzaam bekend dat de moordenaar van Theo van Gogh tragischerwijze bepaald voortgekomen is vanuit zijn eigen idee. Ik heb toch niet de indruk gekregen uit de verhalen tot nu toe, want het is al enige tijd geleden, dat er een groep of zelfs een volkse massa aan het idee ten grondslag zou liggen. Hoe komt hij aan het verhaal van de Javastraat? Want in het boek staat dat de moordenaar van Theo van Gogh, ja, al voor zijn daad, door mensen van moslim-origine, laten we zeggen, werd gefeteerd in die Javastraat, alvorens hij werd uitgezonden als uitverkorene om deze daad te stellen. Nou, zijn de reacties achteraf wel van enige, laten we zeggen, in islamitische kringen tamelijk tevreden geweest, althans dat hebben we mogen noteren hier en daar. Maar vooraf was mij niet bekend. En dat zouden de mensen in Javastraat toch wel moeten weten. Ja, dat is toch wel een bouwde stelling. Een bouwd verhaal. Het is een ongelooflijk verhaal. En daar geloven de mensen er ook niet. Heeft hij op de website... Dat heb je vaker met verhalen. Als het zo kansinnig wordt, dan geloof ik niet meer. Een foto van een aantal mensen die daarbij waren, heeft hij een paar dagen geleden onder de titel Javastraat op zijn Facebook heeft hij dat gezet. Ja. Maar die vraag: waarom zou de geheime dienst zijn eigen topagent vermoorden? Die staat nog. Maar dat is... Kijk, ik heb één motief verteld. Dat is die woede tot stilstand brengen. Ander motief, dat lees je in twee gesprekken die hij heeft gehad, Theo, met de hoofd van de geheime dienst. Eén gesprek in de Café Sinetoon in de Duivendrechtse Kade. Daar wordt gewaarschuwd: Theo, haal dat stuk wat je op je website hebt, de gezonde roker. Theo had een website, de gezonde roker. Daar had hij een stuk geplaatst
schaduwcommando van de prins, prins Bernhard, ja. En dat, dat stuk waar Slobodan Karatev op de hoofdrol speelt, dat was schadelijk voor de Nederlandse veiligheid. Ook de koningin wilde dat dan niet hebben, wegens haar vader. Hij zei, die, de hoofd, Theo, wees verstandig, haal het van je haar website af. Zo niet, kan het je kop kosten. Dat herhaalt hij in een gesprek in Café Danzig. Daar loopt Theo boos weg en zei, hij zegt eigenlijk rot op, dat doe ik niet. Nou, dat is het tweede motief. Ja, ja, maar van Theo was bekend dat hij zich eigenlijk weinig aantrok van wat de anderen vonden dat hij hier moest doen. Ja, absoluut. Hij deed natuurlijk gewoon wat hij zelf vond. Ja, en, dat heeft hij ook gedaan. Ja, maar of hij dat nou in opdracht van iemand deed, ik had eerder de indruk dat hij dat altijd in opdracht van zichzelf deed. Wacht even. Maar je kunt van alles kun je een andere interpretatie verzinnen. Hè? Kijk, iets gebeurt en zegt nou, het zou om die en die reden gebeurd kunnen zijn, maar we hebben nu genoegzaam vastgesteld dat het om die reden is gebeurd. Dan kun je het altijd afvragen, is het afdoende? Nee, het is nooit afdoende, want niemand is erbij geweest. En Dimitris, die betrap ik erop, dat hij wel erg vaak aanwezig was op zo'n moment. Dat zou dan ook een redelijk publieke figuur moeten zijn. Maar u zegt net, hij staat op het puntje van uitgewezen te worden. Moet zich eigenlijk een beetje gedekt houden. Hij is hier ook niet. Destijds moest hij zijn vrouw is overleden, heb ik begrepen. Hij was overal in Amsterdam aanwezig met een karretje waar hij oud ijzer verzamelde. Dat hij geen geld had om te overleven. Dus hij was in die zin wel een publieke figuur, maar aan de onderkant van de samenleving. Weet je, en... En dat doet hij ook op de huidige dag nog steeds? Nee, dat doet hij tot nu toe niet. Hij is, er zijn verschillende aanslagen op zijn leven geweest. Pogingen om hem te vermoorden. En hij is meer dan een jaar en een half is niet naar buiten geweest. Nee. Hij durft niet meer naar buiten voor te gaan. Uit angst. Maar hij is ook zwaar ziek. Hij kan nauwelijks meer lopen. Hij heeft gewoon geen medische verzorging. Het is een verschrikkelijk pijnlijk geval. Ik heb hem zelfs een jaar en een half wekelijks twee, drie keer met eten verzorgd. Op zijn kosten. En waar had hij dan domicilie? Ook in uw woonwagen of daar in de buurt? U zegt achter Artus? Nou, daar had ik een woonwagen. Ja. Toen ik uit Zwitserland kwam, waar ik 13 jaar gestudeerd heb, kwam ik terecht in een woonwagen van mijn broer. Dat was een soort niemandsland daar achter Artus. Met halve criminelen. En daar werd hij op mij afgezonden. Omdat men dacht dat ik een RAF-terrorist was. Dus hij moest onderzoek doen naar mijn achtergrond. En we zijn toen vrienden geworden. Ik heb daar een kamertje verhuurd. En daar, toen was hij dus bezig met onderzoek naar de moord op Gerrit-Jan Heijn. Hij heeft dat ook geprobeerd te voorkomen. Maar, en er zijn ook aanwijzingen. Hij zegt precies, want dat boek, De Gouden Tip, dat begint met een persconferentie in de Volkskrant. Waar die, voordat het publiekelijk bekend was, hoe dat zat met die moord, precies uit de doeken gedaan wat er was. De afspraak was dat de Volkskrant het de volgende dag in de pers zou brengen. Ja. Hebben ze nooit gedaan. Nee. Tegen de afspraak. Dat was te blissant. Ze zeiden, je moet het bij een notaris opschrijven. Dat had hij gedaan bij notaris Van Os op de Hondhorststraat. Daar moet in een kluis nog steeds liggen de beschrijving van Slobodan Mitrić, hoe het zat in die moord- en ontvoeringszaak van Gerrit-Jan Heijn. En ik daag elke journalist uit om met mij en Slobodan desnoods naar die notaris te gaan. Ja. Om te kijken hoe dat precies zat. Want dat zou een tastbaar bewijs zijn. Ja. Dat heeft hij gedaan Dat zou dan in dit geval tastbaar bewijs zijn. Want kom je bij die notaris, dan blijkt hij dat niet te hebben. Of beweert dat hij dat niet heeft. En dat is op zich natuurlijk voor Mitrić een aanwijzing dat het allemaal brisant is en dat het niet gepubliceerd kan worden. En zo brei je natuurlijk elk verhaal en elke verdenking rond. Hè. U bent kritisch, dat moet u ook zijn. Ja, ik zeg niet dat het per se de waarheid was, want dan zou ik een soort paus zijn. Dat ben ik niet. Ik zeg het is... Nou, ook de paus. Ja, het is een fraaie vergelijking, maar ook de paus. Ik maak een grapje. Ik zeg alleen maar, het is serieus genoeg om nader onderzoek te doen. Nou, het is in ieder geval serieus genoeg om er een forse pil over dicht te schrijven. We gaan even naar muziek gaan. We gaan even verder. When I'm calling you, I
means I offer my love to you to be your own. If you refuse me, I'll only be blue, waiting all alone. But if when you editie, het tweede uur van Radio Kabel 103.3 en de FM 106.8, de vrijdag editie van 20 april. Nog steeds de uitgever van een groot aantal boeken. Slobodan Radojev Mitric, Help, ze hebben me gekidnapt. Oh, dat gaat over Lady Di. En De Gouden Tip, ondertitel. Ik moet daar even iets bij opzoeken. De verstrenging van de onder- en bovenwereld en de moord op Gerrit-Jan Heijn. En ja, dat is ook een Slobodan Radojev Mitric, 9-11, de Accusations. Het is een opmerkelijke reeks boeken over een opmerkelijk omstreden, minstens omstreden figuur. Nou ja, omstreden in zoverre dat Thema's hij een aantal, ja, nee, maar hij heeft een aantal dagen gepleegd waarvoor hij gewoon veroordeeld is, veroordeeld is geweest. En heeft lange gevangenisstraffen uitgezeten in Nederland. Dat blijft natuurlijk zo en dat gaat niet zomaar in Nederland. Ja, er zijn tenslotte advocaten zat die iemand die onschuldig is, echt onschuldig is, prima kunnen verdedigen. Dus we mogen even aannemen dat, laten we zeggen, een aantal jaren terecht in de gevangenis heeft gezeten. Dat zou ik wel willen stellen. Dat bestrijd ik dus. Dat bestrijdt hij ook. Ja, natuurlijk. Hij heeft de. We hebben wel bekennende en ontkennende verdachten. Ja, maar goed. Kijk, we kunnen dat hier niet uitmaken. We kunnen het niet opnieuw doen. Blijkt dat u de totale vertrouwen heeft in de Nederlandse rechtspraak. Ik weet niet hoe. Je hebt altijd een goede advocaat nodig, zou ik iedereen adviseren natuurlijk in de algemeenheid. Ik had het al over die zogenaamde verkrachting die in die woonwagen achter Artis plaats heeft gevonden, in mijn aanwezigheid. Dus ik weet dat het niet gebeurd is. Maar dan zou uw getuigenis toch voldoende moeten zijn om dat te voorkomen? Dat zou je ook denken. Maar ze hebben dat dus niet serieus genomen. Ja. En daar is hij ook voor veroordeeld? Ja, is ook voor. Is er voor straf voor gekregen? Ja. 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 En er was een u bekende vrouw ook? Of heeft het ook een beetje in uw gezichtsbeeld gespeeld, of niet? Ja, die kende die dame, ja. Ja. Die dame die zogenaamd verkracht zou zijn. Er zijn ook eerdere zogenaamde verkrachtingen. Ja, het bleek dan allemaal vrouwen te zijn die een aanbieding kregen met 50.000 gulden. Ja.
Als u Karate Bob aanklaagt voor verkrachting. En dat gebeurde dan een jaar of later. Maar ik wilde nog één ding zeggen, als ik dat mag. Over dat het boek wat uw collega ook genoemd heeft. Het boek over 9-11. Hè? 9-11, de aantijging, de accusation. Hij heeft dat geschreven na 11 september. Maar wat zijn claim to fame is. Dat maakt hem totaal uniek. Van alle schrijvers die over 11 september geschreven hebben. Ja. Hij heeft van tevoren heeft hij voor 11 september gewaarschuwd. En dat weet ik ook, omdat hij in zijn tijdschrift, de Serbian Army, collages heeft gepubliceerd van neerstortende vliegtuigen op die doelen. Er waren meer dan 4 of 5 doelen. Ja. Met brieven ook geschreven aan zijn peetvader, die Amerikaanse CIA-generaal, Healy. Ja. Dus hij is de enige schrijver die van tevoren al dat gewaarschuwd heeft. Heeft geprobeerd het te verhinderen. Vanwege zijn kennis zelfs van deze ultrageheime zaken. Dat is ook ondertitel van het boek. Bringing the Guilty to Justice. Daar ben ik zelfs naar Amerika geweest. En naar New York om de grote klok te hangen. Maar u was dan niet de enige. Hè? Want er zijn rondom die Twin Towers zijn natuurlijk een heleboel verhalen. Dat weet ik, maar van de cijfers is er geen één die daar van tevoren een boek over heeft geschreven. Oh nee, dat is natuurlijk wel waar. Oké, we gaan zo even verder. A simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? She's cold, can laugh, but I love it, although the laugh's on me. I'll sing to her each spring to her, and long for the day when I'll cling to her. Steeds bij ons in de studio over de doodlopende weg waarom de Nederlandse geheime dienst haar topagent Theo van Gogh heeft vermoord. Ja, daartoe was aangeschoven Robert-Jan Kelder, de uitgever van uitgeverij Willehalm Instituut in Amsterdam. En mocht u
een inzicht willen hebben over dat wat Willehalm en het instituut heeft gedaan, dan ga je naar www.willehalm.nl. Robert Jan Kelder, je hebt het gehad over dat fantastisch mooie grote 512 pagina tellende boek. Ja. Het is nog steeds te bestellen, ook rechtstreeks via de uitgever. Ja, je kan het ook bestellen op boekenroute.nl. Boekenroute.nl. Ja, ja. En wat kost de 500? Het kost 24,95. En we hebben het over de doodlopende weg. Die doodlopende zit op 19,95. Ik geloof dat het 14,95 is, ja. Ook verkrijgbaar bij, alle boekhandels. Ja. Ook via internet. Nou, ik heb het boek ook gepresenteerd. Geprobeerd. Eén op de Beursplein. Ik was een tijdje docent ook van een Occupy College. Daar heb ik over andere boeken, over economie geschreven. Maar ik heb het ook op 14 april, begin van de Boekenweek, heb ik het voor het monument dat aan Theo van Gogh gewijd is, in Oosterpark. Weet je, daar staat zo'n De Schreeuw heet het. Daar heb ik voor dat monument heb ik dat boek gepresenteerd. En daar was een verslaggever van het blad Dwars door de Buurt, mevrouw Helms. En die heeft een op de site van het Dwars door de Buurt een bespreking geschreven. Complot of fantasie. Het is de enige bespreking die er tot nu toe verschenen is van dit boek. Dus daar ben ik heel blij om. Aan de andere kant is het betreurend dat de bovengrondse serieuze pers dit weer links laat liggen. En ik heb ook, dat zei ik tegen uw collega, ik heb Theodor Holman, dat persbericht wat u daar heeft, heb ik hem gestuurd. Ik heb Balkon Producties, weet je, die filmmaatschappij waar Theo voor werkte, heb ik dat gestuurd. Ik heb zijn zoon dat gestuurd, die heeft een Facebookpagina. Geen respons tot nu toe. Ik ben wel naar de ouders geweest van Theo van Gogh in Wassenaar. En die hebben een paar exemplaren van mij gekregen. Die hebben mij succes gewenst, maar die kunnen ook, zijn nu te oud, kunnen niks doen. Wel zeiden ze dat er 30 boeken zijn verschenen, ook Engelse. Over deze moordzaak van hun zoon. Dat zou ons helemaal niet verbazen, want grote gebeurtenissen genereren altijd een hoop theorie en een hoop boeken, een hoop publiciteit. Ja. We maken dat vaker mee en het is natuurlijk altijd wel aardig om te lezen. Daarom zeg ik ook altijd criminele fantasieën in de casu, crimis, dat mag allemaal. Als je je maar niet op het gebied gaat bewegen waar, laten we zeggen, de waarheid geweld aangedaan zou worden. Dat is mijn eigen mening. En ik denk altijd van, ja, ben jij nou de figuur die dat had moeten onderzoeken? Maar goed, altijd interessant om te lezen. En wat je zegt, tientallen boeken. Hoeveel zijn er niet verschenen over de Twin Towers enzovoort, daarvoor, daarna en de tijdens? Maar mag ik daar nog iets op zeggen? Ook in het Midden-Oosten over. Kijk, dat is uw mening, ja. Maar die mening, die kunt u niet hebben, want als u u echt die mening zou verkondigen, dan moest u weten hoe het wel zat. Ja, nee, dat kan weet ik ook u niet. Ik neem het een mening die alleen maar gebaseerd is op vertrouwen in de rechtspraak en de bovengrondse media. Ook in de waarheid en de ratio heb ik ook wel een beetje. Als je het kentheoretisch filosofisch zou beschouwen, zou je moeten zeggen, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Ja. Ik geloof volkomen dat het, echt anders zit. Maar je kan niet zeggen, ik weet dat het anders zit. Nee. Als je zegt, ik weet dat het anders echt zit, niet. Zou je moeten weten hoe de zaak wel heel erg is. Dat is volkomen gelijk. En dat is vaak in dit geval zo. En dan neem je maar aan dat het zo gegaan is. En als onze luisteraar zich een opinierende blik willen werpen, dan gaan we afsluiten met nog eenmaal het adres te noemen. www.willehalm.nl. En als je in contact wilt komen met de uitgever Robert-Jan Kelder, dan kun je naar info@willehalm.nl. Oké. Okay. En ik zou u willen aanraden om u dan goed te documenteren. En mocht u in discussie willen met Robert-Jan Kelder, dan kunt u met hem in contact treden via de mail. Oké, doodlopende weg. Wij gaan we. Danken afscheid. De uitgever voor zijn inspanning. Ja, cool afscheid en warm hopelijk welkom. Hopelijk heeft u al bijgedragen dat het boek geen doodlopende weg is. Want tot nu toe is het dat wel geweest, financieel gezien. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden. En kijken wat de Kings daarvan vinden. Wordt vervolgd.